Wat komt u hier doen vanmorgen? Ja, bloemen brengen en steun betuigen aan familie en kinderen van Dirk. Ik ken hem niet, ik ken zijn familie ook niet. Maar het heeft me enorm bezig gehouden gisteren, enorm geraakt. We zijn bijna van hetzelfde bouwjaar, zeg maar, dus dezelfde leeftijd. Ik ben ook moeder van kinderen en iemand die zo staat voor recht en juist verdediging van ook een soort van donkere kant van de samenleving. Vind ik bizar dat die op deze manier uit het leven gerukt wordt. Ik ben er helemaal kapot van. Waarom raakt het u zo? Omdat het nog erger wordt en dat kan ons allemaal gebeuren. Dat kan mij ook gebeuren. Dat kan u ook gebeuren. Dat kan die agent gebeuren. Dat kan u gebeuren. Dat kan fucking iedereen op deze wereld gebeuren. Deze mensen doen zoveel goeds. En dan word je op deze manier uit het leven gehaald. Respectloos. Op dit moment hebben we een mobiel steunpunt neergezet in de wijk. Daar is stadsdeelvertegenwoordiger, slachtofferhulp en onze wijkagent. En daar kunnen mensen, buurtbewoners, vragen aan ons stellen als ze daar behoefte aan hebben. Is daar behoefte aan? Merken jullie dat op dit moment? Ja, we hebben echt teruggekregen dat er veel mensen het steunpunt binnenlopen, dat er veel vragen zijn in de wijk. En we horen ook dat het goed bevalt dat wij daar aanwezig zijn. Wat voor vragen zijn dat? Ja, verschillende vragen. Mensen die zich onveilig voelen in de wijk of mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Eigenlijk alle vragen waar wij antwoord op kunnen geven, daar willen we antwoord op geven. Op dit moment is er ook nog een groot buurtonderzoek bezig. Als er mensen niet thuis zijn, dan krijgen ze een flyer in de bus. En we zijn eigenlijk nog steeds heel erg hard op zoek naar mensen die informatie hebben. Dit kan ook in de dagen ervoor zijn geweest. Heb je bijzondere dingen gezien of dingen die je niet vertrouwt? Laat het ons alsjeblieft weten, zodat we deze zaken heel snel kunnen oplossen. Wat doet het met u om eigenlijk op de plek te staan waar het is gebeurd en ook te zien wat voor een wijk dit is? Veel, ja. Dat zat ik ook net te kijken. Speeltuintje op de achtergrond. Bakfiets hier staan, dus veel kinderen, veel gezinnen. Ja, en daar word je gewoon 's morgens lopend naar je auto waarschijnlijk of zo, word je afgeknald. En is alles voorbij. Dus dat doet wel iets in het gevoel van veiligheid ook. En tegelijkertijd is dit ook wat er dus blijkbaar ook in Nederland dus kan gebeuren. Het is gewoon een stukje ongeloof. Hoe kan dat nou, weet je? Dat mensen staan iemand bij. Ja, nee, dit kan gewoon niet. Meer mensen roepen dat, hè? Vandaag en gisteren. Dit kan niet meer. Wat moet er gebeuren in uw ogen? Ik denk dat het heel moeilijk is om te zeggen wat er moet gebeuren. We weten allemaal wat er moet gebeuren, denk ik. Dus. Het is het bewijs hoeveel intolerantie er onder de mensen is. Wat kunnen we daaraan doen? Veel harder aanpakken. In welke vorm? Een keertje ophouden dat een overheid zegt, wat ik al 61 jaar hoor, lieve mevrouw, dat wij hulpverleners en ambulancebroeders en verplegend personeel niet moeten aanraken. En als ze het wil doen, dan staan ze 5 minuten later op straat. Pak het dan gewoon aan. Het raakt ieder mens, denk ik, in het onrecht wat dan gebeurt. En zeker met iemand die zich zo hard maakt voor juist de rechtkant van het bestaan, zeg maar. Ik hoop dat het ergens een beetje troost biedt als hier straks een enorme bloemenzee ontstaat.